We zijn gewoon heel erg trots erop. Zeker omdat we dit als team hebben kunnen behalen. Ja, helemaal te gek natuurlijk. Leuk om te horen. We wisten niet wat voor ons overkwam. We zijn gewoon altijd vriendelijk naar de gasten. En het is ook onderling is de sfeer heel goed, waardoor dat ook uitstraalt naar de gast. De glimlach, hè, dat doet natuurlijk heel wat. Hoe begroet je een gast? Dat vindt hij natuurlijk ook heel fijn. Hij moet zich op zijn gemak voelen. Hier staat hij dan. Sowieso het bord waarop staat wat we hebben gewonnen en onze prijs. Meiden, we hebben verdiend! De Guest Friendliness Award Retail 2012. Avivora Hoogboulevard. Je doet natuurlijk toch je best om een klant naar het zin te maken. Iedereen is vaak gehaast en omdat ze op rij zijn. En omdat je iemand gerust kan stellen, een praatje kan maken, geeft dat een soort band. En ja, het is natuurlijk een beloning voor de werknemer om dat uiteindelijk een prijs voor te krijgen. Het is natuurlijk een hele eer als je eerst de prijs voor beste winkel krijgt. Dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Dat betekent waardering van de klant, waardering voor het werk wat je hier doet. En dat is natuurlijk dat is heel bijzonder. Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op dat we die binnengehaald hebben. Meestal sta ik vooraan in de stand. En begroet ik iedereen die langsloopt. En dat geeft mensen gewoon een prettig gevoel. Dit is hem. En Jeroen is degene die heel stinkend zijn beste voor heeft gedaan. Dus vandaar dat hij hem in de winkel vond of ik daar mag neerzetten. Ja, goed hè.